Een hele goede namiddag, dames en heren, vanuit de Sint-Godelieve-abdij in Brugge. Hartelijk welkom bij deze week van het toerisme en meer bepaald bij het webinar Culinair Erfgoed en Toekomst. We hadden jullie graag in levende lijven ontmoet, maar dat gaat helaas niet. En dat komt uiteraard door dat vervelende virus dat nu al meer dan een jaar hard toeslaat, zeker ook in de toeristische sector. Wat we nu meemaken is nooit gezien. Maar we moeten hoop koesteren en samen vooruitkijken naar de toekomst. Want zoals er een tijd was voor corona, komt er ook een tijd na corona, waarin het virus zal overwonnen zijn en we weer normaal kunnen leven. Het agentschap Toerisme Vlaanderen wil samen met haar partners toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. En dit zowel op korte termijn, door de sector te ondersteunen om sterker uit de coronacrisis te komen, als op de lange termijn. Toerisme moet een middel zijn om meerwaarde te creëren. Het agentschap wil de positieve kracht van toerisme versterken, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. Die toekomstvisie, om Vlaanderen een florerende bestemming te laten worden, met respect voor de bezoeker, ondernemer, bewoner en de plek, noemen we Reizen naar Morgen. In dit webinar komen jullie te weten wat die visie inhoudt en hoe de Reizen naar Morgen principes binnen het thema van culinair erfgoed en toekomst geïntegreerd worden. We hebben boeiende gasten, informerende en inspirerende sessies, een video waarin jullie kunnen kennismaken met best practices, maar beginnen doen we met Vlaams minister van Toerisme, Zuhal Demir. 13 maanden geleden keken we met z'n allen uit naar de lente. Maar in plaats van buiten op een terrasje te kunnen genieten, moesten we allemaal in ons kot blijven. Het coronavirus stort onze sector in een nooit eerder geziene crisis. Sindsdien heb ik van op de eerste rij vastgesteld hoe moeilijk jullie het hadden. Moeilijk, maar niet verslagen. Jullie hebben de schouders niet laten hangen. Integendeel, met passie en gedrevenheid blijven jullie elke dag werken aan een veilige heropstart van het toerisme. Een voorbeeld van de veerkracht die onze sector kenmerkt. En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En die inzet verdient het ook om voluit ondersteund te worden. Sinds corona ons teistert, heb ik samen met de Vlaamse regering en Toerisme Vlaanderen verschillende steunmaatregelen genomen, waarmee we ook een antwoord hebben proberen te bieden op al jullie concrete noden. Met de hinderpremie, de compensatiepremie, de ondersteuningspremie, het Vlaams beschermingsmechanisme ook en recent nog de globalisatiepremie, hebben we geprobeerd om jullie mee door deze crisis te loodsen, hoe moeilijk dat het ook wel niet is. En via de steun in het Vlaamse noodfonds zijn we ook het sociaal en jeugdtoerisme niet uit het oog verloren. In totaal hebben we zo al een paar honderden miljoen euro vrijgemaakt voor de brede toeristische sector die het ook nodig had. Voor de heropstart van het toerisme heeft de Vlaamse regering bijkomend 150 miljoen euro voorzien in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ik hoef jullie niet te vertellen dat door de coronacrisis de verwachtingen van onze bezoekers ook veranderd is. Zodra er terug kan gereisd worden, zal het ook een pikkelharde strijd worden om die toerist. Met deze relancemaatregelen gaan we dan ook via zeer gerichte investeringen de troeven van de bestemming Vlaanderen moeten versterken. Maar ook individuele logies en attracties moeten blijven investeren om in die post-corona-wereld aantrekkelijk te blijven voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Daarom hebben we ook eind vorig jaar via het Vlaams Stimulusprogramma nog eens 30 miljoen euro extra vrijgemaakt om jullie meer ademruimte te geven en jullie ook toe te laten om broodnodige investeringen te doen. Toen ik aantrad als Vlaamse minister van Toerisme, stelde ik mezelf als doel om die positieve kracht van toerisme te versterken, zodat Vlaanderen kan blijven groeien als een innovatieve, inspirerende en ook kwalitatieve reisbestemming en dat in het voordeel van de bewoners, de ondernemers en de bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar corona heeft heel veel veranderd, maar alvast niet deze ambitie.
En dat is ook wat bezoekers na corona verwachten. Gedaan met het klassieke massatoerisme, het puur economisch verhaal van enkel meer en meer toeristen, in plaats daarvan komt meerwaarde. Meerwaarde voor de bezoeker, de bewoner, de ondernemer en voor de plek zelf. Deze toekomstvisie noemen wij Reizen naar Morgen. Een toekomstvisie die de hoeksteen van mijn toeristisch beleid vormt. In deze webinars komen jullie alvast alles over te weten. Ik kijk er samen met alle medewerkers van Toerisme Vlaanderen alvast naar uit om samen met jullie te reizen naar morgen en van Vlaanderen een florerende bestemming te maken. Ik wens jullie een boeiend en inspirerend webinar toe. Jullie hebben binnen deze Toerisme Vlaanderen Week gekozen voor het thema culinair erfgoed en toekomst. Wisten jullie dat bij zowat 40% van de Europeanen het culinaire aspect één van de belangrijkste beweegredenen bij de keuze voor de reisbestemming is? In de toekomstvisie Reizen naar Morgen wordt de culinaire beleving dan ook één van de manieren om Vlaanderen beter te leren kennen. Veel plezier! Hartelijk dank, mevrouw de minister. En dan heb ik nu het gezelschap gekregen van Peter de Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. Welkom, Peter. Dag, Jana. Peter, in haar boodschap zo net hoorden we de minister zeggen, zodra er weer gereisd mag worden, wordt het een bikkelharde strijd om bezoekers. Ben jij het daarmee eens? Ik denk dat de minister gelijk heeft. En van bikkelharde strijd gesproken, die bikkelharde strijd die was natuurlijk voor corona al volop aan de gang. Na corona zal het een ander soort strijd worden. En ik denk dat onze minister ook dat bedoelt. Hè. De vroegere strijd werd op het bikkelharde economische scherp van de snee gevoerd. En kon men niet genoeg bezoekers aantrekken aan zo voordelig mogelijke voorwaarden. Maar dat heeft geleid natuurlijk vanuit dat economisch model naar een heel scheefgegroeide situatie, waarbij dat de draagkracht van plekken en de verdraagkracht van mensen heel sterk onder druk zijn komen te staan. Nu, toerisme is en blijft een belangrijke economische motor. Daar gaan we alles aan doen om ons toeristisch ondernemersweefsel in Vlaanderen ook zo sterk mogelijk te houden. Maar we moeten ons ook ervan bewust zijn, denk ik, dat het ook anders zal moeten naar de toekomst toe. Dat we in plaats van die meer gaan naar meerwaarde. En daarvoor maakt Toerisme Vlaanderen met Reis naar Morgen zich klaar. En wij zijn heel blij dat we zoveel enthousiasme uit de sector vinden en dat de minister die filosofie rond Reis naar Morgen ook tot de hoeksteen van haar beleid heeft gemaakt. Ja, ze heeft er inderdaad naar verwezen. Ze omarmt die visie. Maar Toerisme Vlaanderen was daar natuurlijk al langer mee bezig. Hè, met verschillende partners, nog voor deze huidige crisis. Het gaat eigenlijk echt over een nieuwe vorm van toerisme ontwikkelen die voor iedereen, voor alle betrokkenen meer te bieden heeft. Kan jij toch nog eens kort de essentie van Reizen naar Morgen pitchen vandaag? Nou, die staat uiteraard in het boek Reizen naar Morgen, dat ik u allemaal warm zou aanbevelen. Mm-hmm. Maar als ik het kort moet samenvatten, dan zou ik zeggen, het gaat over toerisme niet zozeer als een doel op zich, maar wel als een middel om plekken in Vlaanderen en gemeenschappen in Vlaanderen te helpen floreren. Toerisme kan mee evenwicht brengen. In plaats van spelbederver te zijn, kan toerisme mee het spel maken en kan ook zorgen dat het voor vele mensen aangenamer wordt om in Vlaanderen te vertoeven, te leven. Of heel kortstondig te vertoeven als bezoeker, hè, tijdelijke Vlaming te worden. Mm-hmm. Ik denk dat toerisme een kracht voor het goede is, een positieve kracht. Iedereen is ervan overtuigd, zeker na een jaar zoals het afgelopen jaar, dat reizen een positieve impact heeft, ook op het welzijn van mensen. Het gevoel van de mentale ramen en deuren eens even te kunnen opengooien en je horizon te vernieuwen. Dat is iets waar we allemaal nood aan hebben. En in een context van Vlaanderen, waar we die internationale bezoeker echt ook wel nodig hebben, betekent dat dat we ons klaarmaken om die internationale bezoeker ook de meerwaarde te bieden. En dat gaan we niet doen. En vandaar is misschien strijd om de bezoeker een uitdrukking. We gaan dat niet doen op de traditionele manier, zoals bestemmingen bezoekers van elkaar afvingen door prijsdumpingen of door agressieve reclames en dergelijke meer. Nee, we gaan vooral authentiek bij onszelf blijven. We gaan verhalen vertellen die heel dicht aansluiten bij onszelf en heel diep wortelen
in onze bestemming en in de ziel van al die plekken hier in Vlaanderen. Ik hoor het. Het is duidelijk een andere strategie. Hè. Het commerciële massatoerisme wordt verlaten. Het puur economische verhaal wordt losgelaten. Het gaat over kwaliteit, co-creatie, ontmoeting. Maar je gaf het ook al aan, de sector heeft natuurlijk enorm onder druk gestaan het laatste jaar. Is het geen lastige boodschap om een nieuwe strategie te gaan poneren, net nu die sector en ook Vlaanderen zo geteisterd is door corona en die hele toeristische sector effectief daarmee in het bad zat? Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat er ook nog een gezonde en florerende sector is. Mm-hmm. Eens deze crisis al gepasseerd zijn. Hè. Daar heeft de Vlaamse regering, onze minister op kop, alles voor uit de kast gehaald, de nodige middelen voor voorzien, om via Toerisme Vlaanderen dan, met verschillende steunprogramma's, ervoor te zorgen dat onze logies, dat onze attracties, dat de diverse geledingen van de zeer brede toeristische sector gezond kunnen blijven. Hebben we daar iedereen mee kunnen helpen? Nee, ongetwijfeld niet. De crisis brengt niet alleen het slechtste naar boven, maar brengt soms ook onvermoede situaties naar boven. Hè. Er zijn veel subsectoren van de toeristische sector die niet goed weten bij wie ze nu juist horen. Moeten zij nu federaal gaan aankloppen? Moeten zij Vlaams gaan aankloppen? Dus we hebben eigenlijk ook heel veel geleerd de afgelopen periode met onze sector. We verlaten het economische verhaal niet. We zijn aan het zeggen dat toerisme een belangrijke economische motor voor Vlaanderen blijft. Maar als we die motor goed willen spanjeren en als we willen dat Vlaanderen een florerende gemeenschap blijft of nog meer wordt, dan moeten we ervoor zorgen dat de motor beter geolied wordt en dat dat toerisme, dat toch de olie in de motor kan zijn, dat dat de juiste soort van olie is. En dat is niet het massaproduct dat je heel snel in de supermarkt gaat halen, zodanig dat het weer even beter gaat en je even weer wat kilometers kan doen. Nee, dat gaat om kwaliteit die zorgt dat je motor ook volgende eeuw nog mee kan. En in de kern van de motor, in de ziel van die motor, daarin zit onze bestemming. Daarin zit de draagkracht van die plekken in onze bestemming en de verdraagkracht van onze bewoners. En dat is de essentie. Daar moeten wij mee bezig zijn. Dat is onze opdracht. Dat is de strijd die wij voeren. En dat is eigenlijk een strijd tegen onszelf voor een stuk. Dat is een strijd tegen heel sterk ingewortelde gewoontes. Hè. Mm-hmm. Ook in de globale toeristische sector, de wereld rond, hebben wij de afgelopen decennia gewoontes aangenomen die we zo stilaan moeten verlaten. De illusie dat elke ervaring dupliceerbaar is en elke beleving koopbaar, die moeten wij voor een stuk los durven laten. Omdat ervaringen, als die authentiek zijn en belevingen, als die impact willen hebben, dat die te maken hebben met wie je bent en hoe diep je kan graven naar je wortels. En daar gaat het bij ons om. Peter, praktisch wordt er vanuit de Reizen naar Morgen toekomstvisie gewerkt rond 6 thema's die aansluiten bij het DNA van Vlaanderen en bij de ziel van de plek. En een van die thema's is culinair erfgoed en toekomst. Welke band heb jij persoonlijk met dat thema? Wel, ik zou zeggen een sterke band, net zoals iedere Vlaming voor wie vakantie ontvreemding betekent en misschien ergens naartoe, maar daar hoort ook altijd genieten bij en lekker eten. En dat is in mijn geval niet anders. Dat leidt wel eens tot het yo-yo-effect, want af en toe moet de riem er natuurlijk terug op. Maar het punt is nu net dat om lekker te eten en om te genieten van een lekker biertje of een lekker glaasje wijn, dat kan je in Vlaanderen aan elke tafel en aan elke toog. Dat kan je overal. En op eender welk uur. Dat maakt natuurlijk dat de verleiding natuurlijk constant groot is, maar ook de vervreemding wanneer je ergens anders komt waar echt de uren wel heel beperkt zijn en het voor de rest misschien een bitterbal of een kroket uit de muur wordt. Dat maakt het in Vlaanderen wel bijzonder moeilijk om aan die verleiding te weerstaan. Mm-hmm. En wij denken dat we zoveel troeven op dat vlak in huis hebben en dat die voornamelijk misschien niet in die producten zitten, maar wel in het vakmanschap waarmee we omgaan met die producten. En onze chefs, maar ook ons zaalpersoneel. Hey, ik zie heel veel jongeren die momenteel in een hotelopleiding of in een koksopleiding en dergelijke zitten, die daar zo mee begaan zijn. Niet alleen met de stil, met de techniciteit van de stil, maar ook met de gastvrijheid en de gastvriendelijkheid. Hey, het graag zien van het onthalen van mensen, dat speelt er allemaal een belangrijke rol in.
En ik denk dat we daar in Vlaanderen enorm veel troeven te bieden hebben en voor niemand onder moeten doen. Oké. Ik onthoud gastvrij en vooral genieten. Dank je wel, Peter. Hoe kunnen we nu reizen naar morgen binnen het thema culinair erfgoed en toekomst? Vanuit de kracht en de ziel van de plek, gecombineerd met betekenisvolle ontmoetingen en activiteiten. Hoe kunnen wij vanuit dit thema de positieve kracht van toerisme versterken en ervoor zorgen dat onze bestemmingen kunnen bloeien of floreren, zodat reizen naar Vlaanderen ook morgen een verrijkend gebeuren kan zijn voor bezoekers, bewoners en ondernemers? In de volgende reportage staan we stil bij reizen naar morgen vanuit culinair erfgoed en toekomst en laten we u kennis maken met enkele inspirerende voorbeelden en getuigenissen. Ik ben Thomas, mechanicien, en mijn vriendin en ik proberen al een tijdje ecologischer om te gaan met onze voeding. Als we bijvoorbeeld op restaurant gaan, dan zoeken wij heel vaak bewust de lokale en de biologische aanpak. Voor ons heeft dat een hele grote invloed op die hele culinaire ervaring. Niet alleen krijg je daardoor veel meer smaakvolle producten voorgeschoteld, maar je voelt ook echt dat er achter die gerechten een heel verhaal van bij ons schuil gaat, dat er echt over nagedacht is geweest. En dat maakt het op een of andere manier ook wel interessanter, vind ik. We hebben bijvoorbeeld al gemerkt dat die restaurantbezoeken achteraf effectief een grote invloed hebben op onze manier van koken en op onze eetgewoontes. We zijn verzot op eten en drinken. En dat heeft zo zijn voordelen. Brouwen is ons vakmanschap en koken doen we als de beste. Wat het nog mooier maakt, onze Bourgondische tafelcultuur blijkt mensen te verbinden. De toekomst van onze gastronomie, net zoals ons reizen, ligt in het regeneratief gedachtegoed. Zo leert het collectief Soilmates ons. En dus laten we ons inspireren door Caroline Baarten, Alexandra Swende, Nicolas de Kloet en Dries de Lamote. Noem ze gerust voor even onze culinaire gidsen binnen Reizen naar Morgen. In 2015 heb ik een eerste rapport gelezen van de Verenigde Naties waarin werd aangetoond dat de conditie van de aarde op dit moment wereldwijd eigenlijk niet zo goed is. En ik was toch wel aangegrepen door de conclusie van dat rapport waarin ze zeiden als we zo verder gaan met onze conventionele landbouw, industriële landbouw, ontbossingen enzovoort, ja, dan blijven er nog maar 60 oogsten over. 60 oogsten, dat is niets. En het is eigenlijk vanuit dat bewustzijn dat ik wou gaan handelen. En dat dan Soilmates ontstaan is. In 2016 stampte Caroline Baarten en Alexandra Swende samen met de chef van Humus en Hortense Nicolas de Kloet en landbouwer Dries de Lanote en enkele andere partners het netwerk Soilmates uit de grond. Op die manier wilden ze hun boodschap kracht bijzetten en de meerwaarde die er door de kruisbestuiving was ontstaan ook aan anderen vertellen. Soilmates, eerst en vooral, is echt bewustzijnheid creëren rond de levende aarde. Dat echt noodzakelijk is voor onze overleving. De aarde kan niet spreken, maar we willen haar een stem geven via verschillende mensen, zoals chefs en boeren en kunstenaars en academici, om haar terug te laten spreken. Ik denk dat reizen naar morgen in totaal een connectie is met onze gedachten. Ja. Voor ons als entrepreneurs, ondernemers en activisten is dat heel belangrijk natuurlijk. Dat wij begrepen worden in wat we willen doen door Toerisme Vlaanderen natuurlijk. En dat is ook, zo. Nicolas de Kloet is de echtgenoot van Caroline Baarten en tevens chef en mede-eigenaar van Humus en Hortense. Het sterrenrestaurant kreeg onlangs een groene Michelinster. Niet verwonderlijk, want het draait er om een duurzame botanische keuken met enkel lokale ingrediënten van Vlaamse bodem. De korte keten en het circulair proces staan er centraal. En dus zakken mensen van over de hele wereld speciaal af om er te dineren. Wij gaan echt kijken om eigenlijk een soort landbouw te gaan promoten die weinig of geen impact heeft op de grond en die eigenlijk de grond als een soort van bondgenoot gaat gebruiken. Wat eigenlijk wij gaan doen is kijken van oké, maar we zijn in welk seizoen? Wat kan de grond ons bieden? Wat hebben wij hier bij ons dichtbij? Dus waarmee gaan wij werken? Waarmee gaan wij ons menu creëren? En daar gaan we dan mee aan de slag.
wij zorgen er ook heel bewust voor om geen afval te creëren. Dus wij gaan eigenlijk altijd de delen van het ingrediënt die niet in het bord gebruikt worden, gaan gebruiken voor een cocktail, om daar infusies mee te maken en die eigenlijk de basis worden van de drank die geserveerd wordt bij het gerecht. En de delen die dan echt niet meer bruikbaar zijn of heel moeilijk, dan gaat die terug naar de compost. Het is echt heel circulair, wat wij echt willen brengen. Tijdens de maaltijd leggen wij heel veel zaken uit. En als wij merken dat mensen daar een interesse in hebben of ze wel graag iets meer over horen of weten, dan merk je dat je wel zo iets losweekt bij mensen en dat mensen zo blijven komen en zeggen van amai, die kwaliteit van de groenten, ik kende dat niet meer, ik was dat vergeten dat dat kon. Maar ik ben er heel erg van overtuigd dat die duurzame aanpak iets is dat appelleert op heel veel mensen. En dat je eigenlijk kunt een heel goed draaiende zaak hebben door bewust duurzaam te gaan werken, regeneratief, circulair. Wat wij merken met het restaurant is dat we toch ook behoorlijk wat mensen uit het buitenland over de vloer krijgen. En ook inderdaad mensen die dan heel bewust, heel specifiek voor ons restaurant kiezen. Toeristen kiezen ook heel bewust om tot bij ons te komen. Omdat wat wij doen staat hier. Hè? En kunnen wij alleen hier brengen. En daardoor zijn wij zeer uniek. Wij werken heel graag samen en heel bewust ook samen met lokale, kleine ondernemers. Enerzijds, we willen kwaliteit. Maar anderzijds vinden we het ook heel belangrijk om onze lokale producenten te gaan ondersteunen. En wij hopen dat wij daar ook inderdaad mensen bij ons kunnen tonen van ja, maar wij hebben fantastische dingen in Vlaanderen en go for it. Een van die lokale producenten is de bioboerderij Le Monde des Mille Couleurs in Ypres. Dries de Lamothe doet aan regeneratieve landbouw, ook wel wild farming genoemd. En als boer is hij natuurlijk ook letterlijk een plekhouder. Wij werken eigenlijk heel bewust samen met Dries van Le Monde des Mille Couleurs. Ook vanwege zijn regeneratieve aanpak, de kwaliteit van zijn producten, die daar eigenlijk wel voor een groot stuk uit volgt. Enerzijds zo interessant, anderzijds zorgt dat voor zo'n schitterende kwaliteit, dat dat gewoon zin doet krijgen. Dat zijn gewoon smaakbommen. En dat wil je gewoon als chef. Toen de boerderij opstartte, of is bijna 12 jaar geleden, heb ik Nicolas leren kennen. Ik voelde echt dat Nicolas het zeer goed meende met de boerderij. En ook in zijn plantaardige keuken, zijn botanische keuken, paste ons verhaal of matchte 100%. Waardoor dat we eigenlijk 100% in symbiose gegaan zijn met Humus en Hortense. Nicolas die belt mij op van kijk, welke groenten zijn er de komende 3 weken voor mijn menu ter beschikking. Welke kruiden. Hij krijgt wekelijks van een lijst van ons. En hij wil echt die ziel van de boerderij, van deze grond, bijna enkel met zaken van de boerderij hier werken. En zo zijn we eigenlijk organisch gegroeid. Hè. Hier is nooit een businessmodel gemaakt vooraf van ik zal dan nu zo'n boerderij ontwikkelen. Hè. Nee, de ontwikkeling ligt met mensen zoals Humus en Hortense en andere chefs. Dat is de ziel van de boerderij geworden. Grond is in landbouw, en zeker in de regeneratieve landbouw, maar ook voor elk levend wezen, is dat een basis. Het is niet enkel een substraat om zaken te kweken. Nee, daar zit massaal veel leven in. Als je die grond nog ziet en nog voelt en respecteert, dan zie je hoe belangrijk dat ze eigenlijk is. Dat leven is voor onze voeding en voor onszelf. Als een mens wil aarden, dan heb je die grond nodig. Je ziet dat de moderne Vlaming gemiddeld misschien nog maar 50 of als ze positief zijn 80 eetbare planten kent vanuit zijn eigen biotoop, Vlaanderen. Terwijl we instinctief vanuit ons buik allemaal weten dat er duizenden eetbare planten zijn. Dus wij gaan echt terug naar die duizenden op zoek, vandaar ook de naam Monde des Mille Couleurs. We
Wild farming heeft verschillende dimensies. Je gaat gebruik maken van de schatten die onze bodem, onze grond, onze planeet eigenlijk van zichzelf al biedt. Dus we gaan niet zomaar monoculturen plaatsen en enkel kolen op een stuk grond willen. Nee, je gaat ook werken met onkruiden dat we kennen, die dan kruiden worden, zoals muurkruid, kamille nu dit moment van het jaar. Dus we gaan met alle planten, eigenlijk alle cycli van de plant, gebruiken. Ook gebruiken om te eten eigenlijk. We gebruiken bewust geen extra toegevoegde CO2. Hè. CO2 via verwarming van de serre of CO2 via artificieel licht. Vandaar dat we eigenlijk echt wel die planten zien als levende organismen en dat we ze ook respecteren op die manier. En dat we zoveel mogelijk gaan samenwerken met hen. Ik heb er al bezoeken gehad van alle delen van de wereld. Hè. En je voelt dat iedereen aantrekt. Hè. Iedereen, en je voelt instinctief in zichzelf, is iedereen nog een beetje kind als het gaat over de bodem. Ik wil bewijzen dat we voeding kunnen kweken op de meest natuurlijke manier. En voldoende voeding. En heel veel voeding op een kleine oppervlakte. En dat hebben we nu bewezen. En daar moeten we blijven die horeca op inspireren. Alexandra Swende heeft de artistieke leiding binnen Soilmates. Zij is scenografe en betrekt in de lijn van Reizen naar Morgen bewoners en kunstenaars mee in hun project om zo de levende aarde een stem te geven. Voor mij is kunst een toegang om door emoties eigenlijk een toegang te geven aan mensen, aan nieuwe ideeën, aan gedachten. Ik ben Sven Verhagen, ik ben een beeldend kunstenaar en ik woon en werk in Poperingen. Ik ben voornamelijk bezig met schilderen en tekenen. Mijn thema's zijn vooral landschap, natuur en specifiek of in het bijzonder misschien wel de vaak verstoorde relatie tussen de mens en de natuur. Onze eerste grote stap was echt het evenement die we deze zomer hier bij Dries hebben georganiseerd. Dus er waren een tiental chefs, 4-5 artiesten. Het was echt een performance dus tussen het culinaire en het artistieke. Dus op het evenement van Soilmates heb ik in de series van Dries eerst wat dagen waar rondgelopen. En toen ben ik beginnen tekenen met goldschool. Wat ik voelde, wat ik zag, gewoon direct daar ter plaatse. Het was ook echt een super, super fantastische ervaring. Ook met publiek erbij. Tijdens dat de mensen konden proeven van het eten, was ik ter plekke. Samen met muzikanten ook, een fotograaf ook. Ja, gewoon dingen aan het creëren ter plaatse. Ik voel ondertussen ook dat netwerk, wat dat het uitdijnen is, dat we eigenlijk op ons beurt ook wat begeesterd zijn en beïnvloed door de series van Dries bijvoorbeeld. Chefs zijn geïnspireerd ook omdat ze proeven, ze hebben hier kunnen proeven hoe rijk de smaken zijn van groenten die uit de vruchtbare bodem komen. We willen eigenlijk dat netwerk verbinden tussen chefs en regeneratieve boeren en zodat dat ook zich kan versterken door de samenkomst tijdens evenementen, jaarlijkse evenementen dat we organiseren. In de Soilmates aanpak geloven we heel sterk in wat ze in het Engels de land stewards noemen, dus eigenlijk earthkeepers. En als land steward, ja, dan denk je ook aan de toekomstige generaties. Je bent niet alleen maar met die aarde bezig op dat moment tijdens jouw leven, maar je denkt ook van hoe kan ik goed zorg dragen voor deze aarde, voor de toekomstige generaties. En dat is eigenlijk iets dat wij ook op langere termijn zien, dat gedachtegoed alleszins willen wij uitstrekken. Van hoe kan een chef daar een rol in spelen? Hoe kan een kunstenaar een rol daarin spelen? Hoe kan een boer een rol spelen om eigenlijk heel goed zorg te dragen voor de aarde vanuit de gedachten dat ook voor toekomstige generaties bestemd is? Bij Humus en Hortense wordt niet enkel gekeken naar de groenten. Ook de dranken willen ze van lokale ondernemers afnemen. Een van de brouwerijen waar ze bier van verkopen is het Verzet. Alex en Koen geven hun eigen speciale touch aan het bedrijf. Ik ben Koen.
van Brouwerij Het Verzet. We zijn hier in Anzenhem, in onze brouwerij. De naam zegt ook al een beetje. Wij wouden ons eigenlijk een beetje afzetten tegen de vervlakking van de biercultuur. We vonden dat er heel veel hetzelfde gemaakt werd. We wouden het eigenlijk op een andere manier aanpakken, nieuwe smaken, maar ook een andere aanpak qua etiketten, qua structuur van het bedrijf, qua cultuur. We experimenteren heel graag en we kunnen moeilijk afscheid nemen van dingen die we gemaakt hebben. Dus dat impliceert dat we dus heel veel bieren in ons gamma hebben. We maken bijvoorbeeld een hemberbier, dat is niet iets dat je alle dagen ziet. Kamaratski Balsamico is een zwart bier van 12,5% die naar balsamico-azijn smaakt. Ook Lief is een oud bruin waar we eikenbladeren aan toevoegen die we zelf plukken. We zijn een brouwerij die heel hard focust op België. We maken bijvoorbeeld een oud bruin, wat al een typisch streekproduct is voor Zuidwest-Vlaanderen. We voegen daar ook fruit aan toe. We hebben frambozen uit Ternat, aardbeien uit Zulte, krieken uit Veurne. Dat proberen we toch altijd wel te doen. Rechtstreeks met de boer zelf te communiceren en te kopen eigenlijk. We vinden het ook heel leuk om de passie te zien waarmee dat iemand een product maakt. En wij geloven ook dat, dat, echt, dat je dat kan smaken in het eindproduct. Als mensen naar hier komen om te zien hoe dat wij dat bier maken, dat is eigenlijk het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Dat mensen geïnteresseerd zijn in wat we doen. En we zetten daar ook heel hard op in. Wij geven rondleiding voor 2 personen. Gewoon omdat we ambassadeurs willen, omdat wij geloven dat dat wel een super loyaal publiek is. Die achter ons staat en dat we een soort community kunnen mee vormen. Ja, ik denk als Toerisme Vlaanderen en wij dezelfde visie hebben, wat al zeker wel voor een stuk zo is. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, een betere maatschappij. Dat is wel iets dat we samen met toerisme kunnen op inzetten, denk ik. Ongetwijfeld zijn er nog plekken in Vlaanderen waar je elementen uit de visie van Reizen naar Morgen terugvindt. Locaties waar je ziet dat de samenwerking tussen plekhouders, bezoekers, ondernemers en bewoners leidt tot een geheel dat sterker is dan de afzonderlijke delen. Een plek die bloeit en waar bezoekers betekenisvol bijdragen tot het floreren van de hele gemeenschap. Die kruisbestuiving zorgt er ook voor dat de ziel van onze plek met respect gekoesterd wordt en bewaard blijft voor toekomstige generaties. Zal dit altijd gemakkelijk zijn? Waarschijnlijk niet. Maar als we echt iets willen nalaten en streven naar die florerende bestemming, dan is dit de weg voor het toerisme van morgen. We zagen in de reportage enkele interessante voorbeelden die de toekomstvisie Reizen naar Morgen illustreren binnen het thema culinair erfgoed en toekomst. Intussen mag ik hier Greet Gosseye en Lisbeth van den Broek verwelkomen. Goedenamiddag allebei. Goedemiddag. Hallo. Greet en Lisbeth, jullie zijn thema verantwoordelijke culinair erfgoed en toekomst en teamcoach culinair en cycling, juist? Juist. Een hele mond vol. Een hele mond vol. We gaan daar zelfs dadelijk op in. Greet, wat houdt die functie van thema verantwoordelijke culinaire erfgoed en toekomst juist in? Ja, de organisatiestructuur van Toerisme Vlaanderen is een beetje atypisch. We hebben al de Reizen naar Morgenvisie, die is al zeer vernieuwend. En ook de manier waarop dat we die nieuwe visie en die nieuwe strategie nu in de praktijk gaan brengen, is ook anders dan doorgaans. We zijn daar eigenlijk wel best trots op. Dus in die nieuwe werking, om die strategie uit te voeren, hebben we 6 thema's die centraal staan, waarvan dat culinaire dus een van de 6 thema's is. En om die thema's dan te gaan uitwerken,
is bij die uitwerking is dan de projectwerking het uitgangspunt. Hè, waarbij dat we echt met multidisciplinaire teams gaan werken, die ook heel vaak gaan externen bevatten om die projecten te gaan uitvoeren. En die projectopvolging, daarvoor ben ik dan de verantwoordelijke. Oké. Okay. Ik hoor ook heel veel toekomst daarin. Daar gaan we zelfs nog eventjes op ingaan. Maar de start is alvast duidelijk. En Lisbeth, jij bent teamcoach culinair en cycling. Dat is een opvallende combinatie. Dat is een opvallende combinatie. Ik doe alle twee graag, dus dat zit alvast goed. Teamcoach klinkt een beetje zo alsof ik met een chronometer als trainer langs het veld ga staan, maar dat is dus niet zo. Als teamcoach volg ik vooral de permanente taken op van het team, of de reguliere werking, zoals we zeggen. En wat houdt dat dan in? Dat is het overzicht behouden wie in welk project zit. Hè. Zoals Greet al gezegd heeft, we gaan een projectwerking doen. Maar ook ervoor zorgen dat de mensen genoeg expertise hebben, dat ze hun expertise onderhouden, hun netwerk onderhouden en uitbouwen. Ik ben verantwoordelijk voor het welzijn van de collega's. Zowel voor de mensen in het team van de foodies of culinair, als ook voor de fietsers. Maar natuurlijk moet ik ook zien dat iedereen gewoon goed aan het werk kan. En dat is al een hele uitdaging. Ze zijn zeker in goede handen. Greet, culinair, dat is redelijk gericht. Van waar komt die passie bij jou? Of wat trok jij daar zo in aan? Ik denk dat er weinig mensen niet graag eten of drinken. Wij Vlamingen, wij gaan graag op restaurant. Hè. We gaan ook graag enig aan drinken of een terrasje doen. Dat zit gewoon in onze natuur. Het is eigenlijk een manier van leven. Hè. Het brengt ons ook samen. Ik denk dat we ons allemaal het afgelopen jaar ook nog bewuster zijn van het feit dat we dat allemaal heel hard missen. En het sluiten van cafés en restaurants heeft ons eigenlijk wel geraakt in wie dat we zijn. Dat zit, het feit dat we willen met onze familie en met onze vrienden, dat we willen de bieren gaan proeven op café en al die lekkere dingen gaan eten op restaurant, dat zit gewoon in ons DNA en ook in het mijne. Oké, okay. We zijn allemaal een beetje geraakt in onze ziel. Ja. Ik denk dat iedereen ernaar snakt om terug op café of op restaurant te gaan. Maar Lisbeth, deel jij ook die passie voor het culinaire? Absoluut, Jana. Ik ben een echte foodie. Hè. Ik hou van eten en drinken, zoals Greet zegt. Het zit ook in mijn DNA. En Vlaanderen is dat wel een kleine regio, maar toch, we hebben heel veel toffe restaurants, goede restaurants, gastronomische restaurants, maar ook foodtrucks waar je lekker kan gaan eten. En dat ligt mij wel, dus daar ben ik ook wel best trots op. En wij kunnen op café gaan, we komen samen, Greet heeft het net verteld, we missen dat nu. Dus dat sociale karakter, dat heeft ook wel met eten en drinken te maken. En ik vind, je ziet dat al in de schilderijen van de Vlaamse meesters bijvoorbeeld. Hè. Als je naar een Bruegel-schilderij kijkt, daar zijn de tafels rijkelijk gevuld met verschillende spijs en drank. Dus ik denk dat dat een beetje in onze cultuur zit. En we hebben in ons land 80 Michelinsterren restaurants. Dat is een heel pak. Gezien aan de bevolking, denk ik dat wij de meeste gastronomische restaurants ter wereld hebben. Dus dat is best wel fijn. En je hebt het misschien gelezen. Een paar weken geleden heb je ook een nieuw 3-sterren-restaurant erbij gekregen. Yes. Dus eten en drinken. Het is overal aanwezig. Ja, een hoge dichtheid aan gastronomische restaurants, hoor ik. Maar we hebben ook niet alleen gastronomische restaurants. Het culinaire is natuurlijk ook meer in onze regio. Het is meer in onze regio. We zeggen altijd aan elke toog en elke bar en elke brasserie kan je goed eten. Dus het moet niet altijd een gastronomisch restaurant zijn. Je merkt dat ook als je op straat loopt. Hè. Overal heb je de geur van wafels in Brussel of in de andere steden. Overal chocoladewinkels. En je ruikt de visstandjes. De frietkoten niet te vergeten natuurlijk. Maar ook niet alleen in de stad. Ook die topproducten, die kwaliteit, die vinden wij ook terug in de producten van onze lokale ondernemers. Of het nu een bierbrouwer is of een landbouwer. Maar wij zijn daar best wel trots op dat die topkwaliteit van die producten ook wel het hart zijn van de gerechten die wij dan overal in die restaurants kunnen eten. Ja, dat klopt. Hè. En ik denk dat het net die combinatie is van constant innoveren met die lokale producten die echt wel het succes zijn van onze Vlaamse gastronomie. En dat we ook zien, is de afgelopen jaren zien we een nieuwe generatie van eigenlijk nog jonge chefs die onze typische Vlaamse gerechten, gelijk dat we ze kennen, aan het heruitvinden zijn met die lokale producten. En die daar dan zo echt
een creatieve, rebelse twist kunnen aangeven. En dat is gewoon fantastisch. Hè? Mm-hmm. Ja. Het is heel duidelijk af te lezen van jullie gezichten. Ik hoor heel veel trots, heel veel fierheid. Ja, kijk, allee, we zijn niet Italië, we zijn niet Frankrijk, maar ik denk dat we echt wel heel veel dingen hebben waar dat we mogen trots op zijn. Als we denken aan de grijze garnalen uit Oosttuinkerken of de witte asperges uit Mechelen en de Brusselse koekoek en al die bieren, die speciaalbieren waar dat we dan eigenlijk ook ons typische stoofpotgerechten mee maken, dan hebben we toch echt wel dingen waar we echt mogen fier op zijn. En dan denk ik dat we als Vlamingen ook zeer typisch net iets te vals bescheiden zijn. En ik vind dat dus een enorme eer om aan die culinaire kar te mogen trekken voor Vlaanderen. Ja, ik krijg er gewoon weg honger van als ik jullie bezig hoor. Maar laten we het eens hebben over die ambities. We hebben nu een kaart gebracht van wat zit er in ons Vlaanderen. Maar welke is die ambitie van deze verhaallijn? Culinair toerisme culinair erfgoed, excuseer, en toekomst. Ja. Zoals de minister in haar videoboodschap daar straks zei, klopt het dat dus uit onderzoek blijkt dat 40% van de Europese reizigers, dat daarbij food een van de belangrijkste beweegredenen is om een reisbestemming te gaan kiezen. Dus die ambitie is gewoon zeer belangrijk dat we die internationale culinaire reputatie van Vlaanderen gaan versterken. Op onze tradities, maar ook op het innovatieve ervan. Hè. Waarom? Om dan die specifieke doelgroepen zoals bierlovers of food fanatics te gaan aanzetten tot een bezoek van Vlaanderen. Maar niet zomaar een bezoek, hè, want we, in de Reis naar Morgen-visie willen we echt wel dat die bezoekers die we dan naar Vlaanderen brengen, dat dan ook wel echt een meerwaarde heeft voor de plek, voor de lokale bewoner, voor die lokale ondernemer. Het plaatje moet eigenlijk in zijn geheel kloppen. Ja, oké. Okay. En gaan we die culinaire reputatie ook gebruiken om bijvoorbeeld andere thema's binnen het reizen zeker. Naar morgen te gaan steunen? Dat gaan we zeker doen. Hè. We denken dan voornamelijk aan thema's zoals cycling, erfgoed, natuur. Hè. Maar ook het thema congressen en events kunnen wij heel nauw samenwerken. Hè. We zouden hebben moeten gehad de Flanders Food Week in 2020, maar die is dan om bepaalde redenen die we allemaal kennen, moeten verzetten naar 2021. Daar werken we ook nauw samen met Event Flanders dan, waarbij dat we dan echt een evenement met drie pijlers hebben. Hè. Het UNWTO, World Forum on Gastronomy Tourism, waarbij dat we echt ons richten op die internationale beleidsmakers. Mm-hmm. Daar was dan ook een leuke 50 Best World Restaurant Awards aan gekoppeld, specifiek gericht dan op de professionele sector. En dan koppelen we er ook een paar publieksevenementen aan. Het is nu de bedoeling dat we dan de impact van dat evenement gaan bekijken en onderzoeken op die meerwaarde net voor de plek, de bewoner, de bezoeker, de ondernemer. En dat we dan gaan kijken of dat we een lange termijnvisie kunnen uitwerken rond een publieksevenement, rond het culinaire. Okay. Helemaal in de geest van het reizen naar morgen. Volledig in de geest. Lisbeth, we hoorden al enkele de naam vallen van culinaire verhaallijnen. Dat gaat dan over subthema's. Kan jij die even toelichten? Ja, wij gaan in ons thema dan twee verhaallijnen identificeren. Of eigenlijk onze focus opleggen in de toekomst. En die twee verhaallijnen zien we ook hier opgelijst. De eerste verhaallijn zijn de Vlaamse producten. De tweede verhaallijn, het Belgische biercultuur. Die Vlaamse producten, ja, wij willen natuurlijk gaan werken met lokale producten, met kwaliteitsproducten die heel uniek zijn voor onze bestemming en waar ook een heel tof verhaal of een toffe beleving aan kan gekoppeld worden. En die producten zijn meestal ook de hoofdrolspeler in de gerechten waar de chefs of waar onze vakmannen mee aan de slag gaan. Welke die producten nu heel juist gaan zijn, dat moeten wij nog bepalen. Dat gaat afhangen van een paar factoren, zoals bijvoorbeeld de internationale bekendheid. Of we gaan in co-creatie met onze partners op zoek naar welke producten gaan wij gebruiken in deze verhaallijnen. En de tweede verhaallijn, de Belgische biercultuur, daar moet ik denk ik niet veel bij uitleggen.
Wij zijn ook heel gekend, ook internationaal, voor onze Belgische biertraditie, cultuur. Er komt meer bij kijken dan enkel bier drinken. Dus het gaat over de brouwkunst, het gaat over de verscheidenheid aan glazen, aan alles. We zijn daar echt wel voor gekend en we hebben daar een paar jaar geleden ook het immaterieel werelderfgoed van UNESCO voor gekregen. Dus deze verhaallijn gaan we inzetten om onze reputatie nog een beetje te versterken. Zij het met de traditionele bieren, maar natuurlijk ook met de nieuwe craftbieren of innovatie. Dus innovatie en traditie gaat daar ook weer hand in hand. Prachtig. Een immaterieel cultureel erfgoed op wereldschaal erkend. Maar je hebt natuurlijk projecten nodig die dat allemaal gaan onderbouwen. Greet, welke projecten liggen er dan zoal klaar? Ja, bij de eerste projecten die we gaan opstarten, gaan we dus voor die beide verhaallijnen van Vlaamse producten en bier, gaan we eigenlijk sterke culinaire belevingen gaan identificeren en gaan kijken welke moeten we hier meer gaan ontwikkelen, beter gaan ontwikkelen of nieuwe gaan ontwikkelen en dan uiteraard ook promoten. Die belevingen die gaan we dan eigenlijk gaan zoeken bij de makers van de producten, bij de producenten, om dan op basis van hun verhalen echt die een ambacht te laten voelen en te laten proeven. We weten nu op dit moment nog niet over welke belevingen dat dan gaat zijn, omdat dat project nog moet opstarten. We moeten nog gaan kijken van wat is er en zo. Maar dat zal een van de eerste zijn die nu opstarten. En dan hebben we ook nog, en ik denk dat dat het grootste project zal zijn voor het culinaire thema deze legislatuur, is de ontwikkeling van een Vlaams culinair centrum. Beide projecten, en dat geldt voor alle projecten, gaan we dan eigenlijk wel in co-creatie en echt die participatieve methodes om met de betrokkenen echt samen te gaan kijken hoe dat we die projecten dan best gaan uitwerken, zodanig dat die meerwaarde terugkomt voor de verschillende spelers. Ik hoor, het grootste project wordt het Vlaams Culinair Centrum. Lisbeth, kan jij ons daar iets meer over vertellen? Ja, het Vlaams Culinair Centrum, dat gaat dé referentieplek worden waar foodies gaan samenkomen. Daar gaat de visie van Reizen naar Morgen echt levendig worden. Dus wij willen daar een plek van maken waar mensen die gepassioneerd zijn door het culinaire, maar ook natuurlijk door onze gastronomie, dat ze daar samenkomen, hun passie delen, dat de internationale bezoeker daar ook de plek vindt om inspiratie op te doen. We willen dat dat een creatief labo wordt, waar ook ambassadeurs gemaakt worden die onze visie dan gaan uitdragen, die de culinaire reputatie van Vlaanderen nog een beetje mee versterken. Maar we willen denk ik vooral dat dat een ontmoetingsplek wordt, dat daar ook aan innovatie wordt gedaan, aan research, dat daar de mensen echt kennis kunnen delen, dat de bezoeker geïnspireerd naar huis gaat. Want de bezoeker, een geïnspireerd bezoeker is onze beste ambassadeur. Maar dat we daar ook chefs of publieke en private partners die allemaal met gastronomie op de een of andere manier te maken hebben, dat ze daar kunnen samenkomen, dat het een kenniscentrum is. En dat de bezoeker ook, gelijk Greta zei, ook weer kennis maakt met die mooie plek, dat dat ook kan inspireren om voor andere verhalen, dat daar onze unieke verhalen van onze eet- en tafelcultuur echt wel worden gevisualiseerd en dat je daar alles kan beleven. Ik ben razend benieuwd naar dat Vlaams Culinair Centrum. Greet, nu we de ambitie kennen en de verhaallijnen en zelfs een aantal concrete, duidelijke projecten, is het wel interessant om te kijken hoe dat jullie nu juist die visie exact gaan omzetten in nog meer realisaties. Hoe willen jullie dat Reizen naar Morgen gaan aanpakken? In die Reizen naar Morgen visie staat niet enkel die een bezoeker centraal, maar zoals ik daarnet zei, ook die een lokale bewoner, die een lokale ondernemer en de plek in zijn geheel. Dus dat betekent eigenlijk dat bij alles wat we doen, bij alles wat we ontwikkelen, bij alles wat we gaan promoten, dat we echt gaan kijken van, heeft dat dan wel een meerwaarde of hoe kunnen we meerwaarde creëren voor die een bewoner, die een ondernemer en die plek. Dit is echt wel het momentum voor iedereen betrokken om echt te gaan meewerken aan die projecten en om ervoor te zorgen dat die florerende bestemming waar we naartoe werken, dat dat niet enkel gewoon een theorie is op papier, maar dat we dat echt kunnen doen leven. Oké. Een duidelijke oproep om mee te doen, om mee te participeren aan het Reizen naar Morgen. Meerwaarde staat daar eigenlijk centraal. Ik hoor dat toch terugkomen. Die meerwaarde is essentieel. Niet gewoon meer, maar meerwaarde creëren binnen het toerisme.
Dat gaat over bezoekers, bewoners, ondernemers. Dat is voor jullie echt essentieel, hè? Dat blijft de boodschap. Blijft de boodschap, dat is heel belangrijk. Daarom willen wij ons ook focussen op die bezoekers die daar ook aandacht voor hebben, hè? Die dat belangrijk vinden, die passie deelt. Wij willen niet maar meer bezoekers en dat alles overlopen wordt, zoals dat was in Venetië of in Amsterdam misschien af en toe. Maar wij willen echt wel dat er een meerwaarde in zit voor de lokale ondernemer, maar dat de bezoeker er ook iets van heeft en dat er een kruisbestuiving is door kennis te delen, door gewoon gemeenschappelijk een passie te beleven, dat dan de bezoeker geïnspireerd naar huis gaat. Want dat is natuurlijk ook een trend nu in toerisme algemeen, maar ook in het foodtoerisme, hè, dat we echt de culinair gepassioneerde bezoeker in contact willen brengen met de lokale ondernemers, met de plek en met ook de bewoners, dat daar echt wel kruisbestuiving bestaat. En een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld daarvan is de hopboerderij, het Hoppenkruid. Ik weet niet of je dat kent. Maar daar kan je als bezoeker, als je geïnteresseerd bent in bier, dan weet je, hop is een ingrediënt van bier, maar dat kan veel meer. En dat is ook wel heel uniek voor Vlaanderen. We hebben hopteelt, hopplantages. Dus de bezoeker komt dan, hij kan meegaan op de boerderij kijken waar die hop geteeld wordt. Hij kan meedoen aan de hoppluk. Je kan daar ook eten. Die hoppenscheuten worden verwerkt in de gerechten. Als je geluk hebt, zal de bazin van de hopboerderij met haar accordeon er komen bijzitten en liedjes zingen. Prachtig. Je ziet ook hoe andere chefs daar naartoe komen om hoppenscheuten te kopen die dan weer op de gerechten, op de borden komen in de restaurants. Dus dat is een verhaal dat heel rond is. Je kan daar overnachten. En de bezoeker gaat dan naar huis met heel veel unieke verhalen, met unieke belevingen. Hij gaat daarover vertellen. Hij is geïnspireerd. Maar hij heeft ook die kruisbestuiving gehad met die mensen die daar werken en misschien verteld over iets dat in een ander land plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk die visie van reizen naar morgen, de meerwaarde die we zoeken. We gaan niet voor meer toeristen, maar voor beter. Okay. We zagen in de video ook de soilmates terugkomen. Dat is ook een heel, heel tof voorbeeld, ook van korte keten. We hebben het daar straks ook al eventjes over gehad. We hebben dat voorbeeld gekozen omdat daar zie je echt wat er in onze Vlaamse grond zit. Welke producten daaruit komen, hoe die op een duurzame manier worden verwerkt. En hoe die producten of die ingrediënten tot de borden komen in restaurants in de hoofdstad. We zien hier, we zagen het voorbeeld van hummus et hortense. En zelfs achteraf, als dan daar overschotten overblijven, gaan die terug naar de boerderij van waar ze gekomen zijn. En het restaurant heeft daar zelfs een groene Michelinster voor gekregen. Dus je ziet dat je ook met duurzaamheid ook kan werken aan een culinaire reputatie van een bestemming. Ja. Dus dat speelt allemaal een beetje mee. De groene Michelinster, ja. Dat is prachtig. Dit kadert allemaal in heel veel visiewerk. Hè. Er is enorm veel over nagedacht. Ik kan me voorstellen dat zo'n visie ontwikkelen, zeker ook binnen zo'n themalijn, toch echt wel heel veel tijd vraagt. Ja, dat klopt. We zijn toch echt al een hele tijd bezig met die ontwikkeling van die nieuwe strategie. We wisten dat al een tijdje, hè, dat we de strategie moesten veranderen. We kennen allemaal de voorbeelden uit het buitenland van overtoerisme. We wilden ook niet wachten tot het te laat was. Dus we zijn daar eigenlijk al lang voor corona zijn we eigenlijk al beginnen nadenken, ook samen met de sector, van hoe moet die nieuwe strategie er dan uitzien. Hè? Want we wisten wel van, we willen van het winstgedreven toerisme naar het waardegedreven toerisme gaan. Maar wat dat dan juist moest zijn en hoe, dat heeft toch wel een tijd geduurd tegen dat we daar een duidelijke visie over hadden. Dus ondertussen zijn we al meer dan 2 jaar verder. We hebben de visie en de strategie nu en die eerste projecten die zijn nu opgestart, hè, volgens die nieuwe strategie. Het één project zal uiteraard iets langer duren dan het andere project tegen dat kan worden opgeleverd, hè, voor het Vlaams Culinair Centrum. Dat zouden we echt nog willen openen tijdens deze legislatuur. Voor de projecten rond de belevingen, rond Vlaamse producten en bier, denk ik dat we wel rapper zullen kunnen schakelen. Vlaams Culinair Centrum is ook wel een veel omvangrijker project. Dus het is een beetje afhankelijk dan van de projecten. En gaandeweg gaan er projecten bijkomen, uiteraard. Hè. Het blijft niet enkel bij die projecten. Okay. Ik kijk er al naar uit. Ik krijg er nog altijd meer honger en dorst van. Maar onze tijd zit er bijna op. Om af te ronden, Lisbeth, wat zou jij graag willen dat we meenemen uit dit gesprek? De essentie.
Wat voor mij zeer belangrijk is, is dat wij die positieve kracht van toerisme gaan gebruiken. En dat we echt wel gaan voor beter en niet meer. En dat zou niet alleen mogen gelden voor het culinaire, maar natuurlijk ook voor alles. Dus ja, dat is de essentie voor mij. Niet meer, maar beter. Oké. Okay. En voor jou, wat is voor jou het belangrijkste, Greet? Goh, ik zou hier eigenlijk echt een warme oproep willen doen en te vragen van, kijk, we hebben jullie echt wel nodig. Hè, al die experten die hier nu vandaag aanwezig zijn, of dat je nu een professioneel ondernemer bent, of je bent iemand van een lokaal bestuur, of een gewone bewoner, hè, dan zou ik echt toch warm willen oproepen van, kom meewerken in die projecten, om daar echt een co-creatief proces van te maken dat echt een meerwaarde kan betekenen voor ons allemaal en voor die plek. Okay. Ik denk dat die boodschap zeker na dit gesprek zal aangekomen zijn. Dank jullie wel voor het gesprek. Heel fijn dat jullie hier waren. Greet en Lisbeth, en heel veel succes met culinair erfgoed en toekomst. Ja. Dank je dat we hier mochten plaatsnemen aan tafel. Graag gedaan. En dan is het nu tijd, dames en heren, voor de breakout sessies. Het is heel eenvoudig om vanuit dit plenaire deel naar die sessies te gaan. Rechtsboven zien jullie de Ga naar-knop. En via die knop kan je naar breakout sessies navigeren. En daar klik je dan de sessie van jouw keuze aan. Ik wens jullie boeiende sessies toe en we zien elkaar straks terug. Tot dan. Welkom terug iedereen in het plenaire gedeelte van dit webinar. Ik hoop dat de sessies interessant en inspirerend waren. Toerisme Vlaanderen beschikt over diverse instrumenten om de doelstelling van een florerende bestemming na te streven en om het evenwicht van de meerwaarde voor bewoner, bezoeker, ondernemer en plek te realiseren. En over dat instrumentarium ga ik nu praten met Els Loïc en Julie Pauwels. Hartelijk welkom allebei. Hallo Jana. Hallo. Laten we beginnen met jullie een beetje te leren kennen. Els, wat doe jij binnen Toerisme Vlaanderen? Wel, ik ben al een hele tijd actief binnen Toerisme Vlaanderen. Heel enthousiast nog altijd. Al 15 jaar ben ik eigenlijk bezig met subsidieoproepen en toekennen van financiële instrumenten. Dat is heel erg geëvolueerd over de tijd heen. We zijn begonnen lang geleden met toeristisch-recreatieve projecten. Toen werden het impulssubsidies, later hefboomprojecten. En nu zijn we aan de participatieve instrumenten. Dus iedere keer weer een nieuwe uitdaging. Oké. Blijven innoveren, ook in dat subsidiebeleid. En dezelfde vraag voor jou ook, Julie. Wat is jouw takenpakket en rol binnen Toerisme Vlaanderen? Ik ben net als Els al mijn hele loopbaan bezig met het begeleiden van toeristische projecten. Zowel in de vorm van coaching, maar ook achter de schermen het helpen ontwikkelen van subsidieoproepen. Oké. Dankjewel. Els, Toerisme Vlaanderen stelt zichzelf wel heel ambitieuze doelstellingen. Dat hebben we hier vandaag al een paar keer gehoord. Hè. Heel die visie van reizen naar morgen is daarin centraal. Maar met welke instrumenten willen jullie nu net die doelstelling behalen? Wel, eigenlijk heeft Toerisme Vlaanderen wel flink veel instrumenten die al bestaan en er zijn er nieuwe op komst. En op het schema dat jullie nu zien, kan je vaststellen dus dat er eigenlijk vier grote blokken zijn van instrumenten. Het eerste is de promotie en dat is eigenlijk de werking van Toerisme Vlaanderen vooral naar promotie in het buitenland. Het tweede type instrumenten, dat zijn de financiële instrumenten. Ik had het al over de subsidies, daar zijn verschillende vormen van subsidiemogelijkheden. Daarnaast hebben we de kwaliteitsinstrumenten. En dat zijn eigenlijk instrumenten van twee types. Enerzijds zijn dat de decretale, dus de wetgevende kaders. En anderzijds ook tools om kwaliteit te verbeteren. En tenslotte de nieuwe instrumenten, dat zijn de participatieve instrumenten. En daar willen we graag nog wat meer over vertellen. Dat gaat straks aan bod komen. Ja, we gaan daar straks op inzoomen, op dat participatieve, dat nieuwe. Ik ben heel benieuwd. Maar misschien moeten we ook nog even stilstaan bij de instrumenten die al gekend zijn in de sector. Julie, kan jij bijvoorbeeld in enkele zinnen samenvatten wat we ons moeten voorstellen bij die kwaliteitsinstrumenten? Misschien even schetsen. Toerisme Vlaanderen heeft twee rollen om basiskwaliteit voor de bezoeker te garanderen. Enerzijds hebben we de rol van uitvoerder, maar ook handhaver van decreten, zoals Els al zei. Om een voorbeeld te geven,
Dankzij het logiesdecreet kunnen we eigenlijk de basiskwaliteit voor elke bezoeker garanderen. En we garanderen ook voor de sector een level playing field. En dat wil zeggen dat we een gelijk speelveld creëren voor alle logies. En dat alle logies het spel ook volgens dezelfde spelregels spelen. Een tweede rol die Toerisme Vlaanderen heeft, is de adviserende rol naar de sector toe. En daarvoor hebben we eigenlijk een aantal nuttige tools ontwikkeld. Tools, hoor ik. Dus echt concrete instrumenten waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. Leg eens uit. We hebben inderdaad een aantal concrete, specifieke toolkits ontwikkeld. Zowel voor attracties, voor musea, voor logies, voor onthaalcentra en ook voor organisaties met een hitsewerking. En die toolkits die staan gewoon op onze website. Daar kunnen de partners zelf mee aan de slag. Oké. Maar naast die tools verlenen jullie ook advies. Hè? Advies aan ondernemers, aan organisaties. Bijvoorbeeld ook om hun werking inclusiever en toegankelijk te maken. Dat klopt. Op vandaag kunnen logies, infokantoren, maar ook congresinfrastructuren een toegankelijkheidslabel aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Waarnaast dat label voorzien wij ook coaching om eigenlijk advies te geven aan de partners hoe ze hun aanbod toegankelijk kunnen maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Mm-hmm. Nu, naast die toegankelijkheid voorzien we ook advies over familievriendelijkheid. In de toekomst willen we nog meer inzetten op die jongeren. Ook daarvoor hebben we specifieke publicaties en ook specifieke ondersteuningsinstrumenten. En we hebben ook een aantal heel enthousiaste collega's die de sector maar al te graag helpen om die specifieke doelgroep te bereiken. Oké. Okay. Ja, ik wil daar misschien ook nog op inpikken, want eigenlijk doen wij ook heel wat werk om de vakantie voor iedereen te waarborgen. Dat is eigenlijk een universeel recht van de mens, op vakantie mogen en kunnen gaan. Maar jammer genoeg zijn er in Vlaanderen toch mensen die een drempel ondervinden om op vakantie te gaan, dus die dat niet spontaan zelf kunnen in handen nemen. En daarom werkt Toerisme Vlaanderen al heel lang samen met heel veel partners. Eigenlijk zijn het er ondertussen al meer dan 2000 in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. En wat doen ze daar? Wel, eigenlijk gaan die ook met tools aan de slag. Het is namelijk zo dus dat al die partners die worden samengebracht om bepaalde thema's te bespreken, maar ook om te leren van elkaar, om kruisbestuivingen te realiseren. En een voorbeeld van zo'n tool is de straffe koffies. Dus dat zijn echt ronde tafelgesprekken met die partners. Iedereen verdient vakantie. Maar daarnaast is er ook een forum dat jaarlijks georganiseerd wordt en waar meer dan 350 deelnemers op afkomen. Dus, en het typische aan het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is dat die eigenlijk heel zelfsturend werken. Dus het is niet zo dus dat Toerisme Vlaanderen dus daar een leidende rol in neemt. Nee, wij faciliteren dat, wij maken dat mogelijk om al die partners continu eigenlijk met elkaar in interactie te brengen. En naast eigenlijk het netwerk Iedereen Verdient Vakantie zijn we ook bezig met een nieuw decreet Iedereen Verdient Vakantie. Dat is dan weer meer het wetgevende kader waar het bedoeling is. We zijn daar volop mee bezig, dus dat staat nog, het is nog niet helemaal klaar, maar er wordt hard aan gewerkt op dit moment. En ook daar is het de bedoeling dus dat bijvoorbeeld sociaal-toeristische organisaties of bemiddelingskantoren, die er allemaal een rol in spelen in het netwerk, als ze aan de voorwaarden voldoen, een erkenning kunnen bekomen en ook financiële ondersteuning kunnen krijgen. Ja, je zegt het al, financiële ondersteuning. Ik hoor ook heel veel adviesverlening. Toerisme Vlaanderen ondersteunt met de raad en dat, die sector. Maar natuurlijk, dat kost geld, hè. Koken kost geld, partners moeten dat kunnen doen. Hoe wordt de sector dan financieel ondersteund? Welke zijn die financiële instrumenten daartoe? Toerisme Vlaanderen heeft inderdaad de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden aan de sector. Nu, belangrijk is dat we dat altijd doen vanuit onze strategie en vanuit de doelstellingen die wij proberen te behalen. Nu, op basis daarvan, en natuurlijk ook in overleg met de sector, gaan we dan bepalen wat dat de beste manier van aanpak is om die partners te ondersteunen. Nu, de meest gekende manier is natuurlijk die van de subsidieoproepen. Dus de voorbije legislatuur hebben jullie zo bijvoorbeeld ingezet op de hefboomprojecten, de subsidies daartoe. Dat klopt. De oproep voor de hefboomprojecten was een lang, intensief, maar vooral interessant traject. We zijn daarbij vertrokken van een groep projecten die weerhouden waren op basis van een projectidee. We zijn dan met dat projectidee aan de slag gegaan en de bedoeling was om eigenlijk een sterker businessplan te maken. Die projecten zijn dan aan de hand van financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen gerealiseerd.
En waar dat een traject normaal gezien stopt op het moment dat de steun of de subsidie wordt toegekend, zijn we hier die hefboomprojecten blijven ondersteunen en blijven begeleiden tijdens de uitvoering van hun project. En daar zijn we eigenlijk op vandaag nog steeds mee bezig. Mm-hmm. Nu, die financiële ondersteuning, dat kan in de vorm van hefboomprojecten zijn, maar dat kan ook in de vorm van beperkte oproepen zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de oproep voor de logies. Logies die willen investeren in een betere toegankelijkheid of in een betere kwaliteit, die kunnen bij ons terecht binnen die specifieke logiesoproep voor subsidies daarvoor. En het afgelopen jaar hebben we ook financiële ondersteuning gegeven aan de sector om eigenlijk de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo konden onder andere jeugdverblijven en zorgverblijven bij ons terecht voor een compensatie om eigenlijk de verliezen waarmee dat ze in 2020 geconfronteerd zijn op te vangen. Okay. Dus jullie blijven daar ook wendbaar en veerkrachtig in om die sector op de juiste manier te steunen. Dat is mooi. Maar ik kan me inbeelden dat heel de nieuwe strategie, de filosofie rond het reizen naar morgen, dat ook wel een impact heeft op de instrumenten die we net bespraken. Ja, inderdaad. Het is zo, dus we hebben die bestaande instrumenten, die gaan we sowieso ook eens tegen het licht houden, want volgens de nieuwe strategie gaan we toch op een andere manier werken. We gaan eigenlijk niet meer Toerisme Vlaanderen zijn als de sturende overheid, wat we vroeger toch meer deden, maar we gaan echt proberen als netwerkverbinder op te treden, dus alle stakeholders dus bij elkaar brengen. Goed luisteren naar iedereen, rekening houden met alle meningen, om zo eigenlijk echt die reizen naar morgen filosofie overal te laten ingang vinden. En dus de participatieve instrumenten dus die we daarvoor aan het ontwikkelen zijn, dus die gaan daar echt wel de nadruk op leggen. Dus het is toch wel een hele switch in de manier van werken, wat we van plan zijn. En ja, de pluktuinen, dat zijn dan, dat is een eerste participatief instrument wat we volop aan het ontwikkelen zijn. Dus die instrumenten zijn de nieuwste. En ik hoor je pluktuinen zeggen. Wat kan ik mij voorstellen bij pluktuinen? Ja, het is een mooi woord. Het past helemaal in de reizen naar morgen filosofie. Pluktuinen zijn eigenlijk begeleidingstrajecten die we gaan opzetten of die we kunnen opzetten om projectideeën binnen een bepaalde verhaallijn verder vorm te geven. Als ik even kijk hoe we het vroeger aanpakten, is het nu toch wel anders. Eigenlijk willen we het financiële traject volledig loskoppelen van het voorafgaande traject, het inhoudelijke traject. Vroeger lanceerden we soms een subsidieoproep of een financiële ondersteuning, zonder dat we eigenlijk heel goed het voorafgaande traject hadden doorlopen. En dat willen we met die pluktuinen juist gaan doen. We willen met die pluktuinen alle stakeholders samenbrengen. Dat zijn alle betrokkenen, van de plek, de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en wie daar werkt. En we gaan dus die laten nadenken over hun projectideeën die ze al hebben. Maar we willen ze zo vooral samenbrengen om kruisbestuiving te realiseren, om die projecten eigenlijk tot een hoger, beter niveau te krijgen. Hè. En waardoor ze ook kunnen leren van elkaar, waardoor we ook kunnen zien waar de cohesie zit, wat er eventueel kan verbeteren door samen te werken. En dat is dan eigenlijk de eerste stap, die heten we de pluktuin. Vervolgens, als we dan weten van wat zijn hier hele goede business cases, dan moet daar iets mee gebeuren, willen we die realiseren. En om die dan goed te realiseren, dan gaan we goed nadenken van wat zijn eigenlijk de nodige instrumenten. Want dat moet niet altijd een financiële ondersteuning zijn, dat kan. Maar heel vaak zijn er andere noden en die gaan we ook heel goed in kaart brengen. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat er eerder marketing-expertise nodig is. Of misschien moet er wel een nieuw kwaliteitstool ontwikkeld worden. Dus we gaan het echt op die manier aanpakken. Eerst het traject van de pluktuin en dan vervolgens eventueel een subsidieoproep. Dat kan. Okay. Dus experiment in de tuin, maar wel vernetwerkt en samen plukken, onthoud ik. Ja, voilà. Dat is heel mooi. Dat is dus een van die eerste nieuwe instrumenten. Maar welke zijn er nog, Julie? Een tweede instrument waar we sterker willen op inzetten zijn thematische netwerken. Nu, daarbij moeten we wel duidelijk het onderscheid maken tussen een thematisch netwerk en bestaande samenwerkingsovereenkomsten. Een thematisch netwerk, aan de bron van een thematisch netwerk ligt eigenlijk altijd een complex vraagstuk. En om dat complex vraagstuk op te lossen, moeten we eigenlijk diverse expertises samenbrengen.
Vaak zullen dat misschien gerichte vraagstukken zijn waarbij dat een netwerk van professionals een antwoord kan bieden. Een voorbeeld van zo'n netwerk van professionals is bijvoorbeeld de Flanders Food Faculty of het Lerend Netwerk voor Zorgtoerisme. Dat zijn voorbeelden van netwerken van professionals. Nu, vaak zullen dat misschien wat complexere vraagstukken zijn en die zullen misschien een meervoudige aanpak nodig hebben. En dat moet dan misschien komen van een netwerkorganisatie. En een bestaand voorbeeld van zo'n netwerkorganisatie is het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Mm-hmm. Toerisme Vlaanderen kan die thematische netwerken opstarten of initiëren, maar de bal zal niet altijd in ons kamp liggen. Wij kunnen net zo goed participeren in bestaande thematische netwerken. Een voorbeeld van zo'n bestaand netwerk is het netwerk van kastelen en tuinen. Vlaanderen heeft een rijk aanbod aan kastelen en tuinen, maar het zit hem net in het verbinden van die kastelen en tuinen. En daar kan een thematisch netwerk voor zorgen. En pas dan kunnen we eigenlijk meerwaarde creëren voor de bezoeker, maar ook voor de bewoner en voor de ondernemer. En dat gaat dan in partnerschap als een soort spelverdeler of medespeler voor het agentschap zijn. Vooral medespeler, ja, denk ik dan. En dan is er nog een derde nieuw participatief instrument, heb ik gehoord. Ja, kan jij dat toelichten? Ja, de pilootprojecten heten we ze. Dat zijn eigenlijk projecten die Toerisme Vlaanderen zelf gaat uitvoeren, zelf in handen neemt. En de bedoeling is eigenlijk dat dat modelprojecten worden. We willen experimenten mogelijk maken. Hè, dus dat mag ook alles mislukken dan. Hè, maar dan kunnen we lessen trekken, kunnen we die lessen ook delen met andere gelijkaardige projecten bijvoorbeeld. En we willen vooral ook de sector inspireren met onze pilootprojecten. Heel belangrijk ook is dat we daar alle elementen in het oog houden die voor Toerisme Vlaanderen cruciaal zijn om een goed project te hebben. En dat zijn de klassiekers, hè, duurzaamheid, toegankelijkheid, familievriendelijkheid, kwaliteit en beleving. Dus dat willen we allemaal vervatten in die pilootprojecten. Een voorbeeld van een pilootproject is het Rubenskasteel. De meeste mensen weten dat Toerisme Vlaanderen het kasteel heeft verworven. We zijn nu bezig om eigenlijk met de stakeholders, de betrokkenen, te kijken van hoe kunnen we daar een heel goede invulling aan geven. Nu, die pilootprojecten, dat is je kunt het niet uitrollen één keer je er één gedaan hebt over alle anderen. Het is echt wel maatwerk. Je moet het heel specifiek voor die locatie en dat project gaan uitvoeren. Voor de plek en de bewoners. Ja. Ik zag ook promotie staan. Dat is eigenlijk bijna een dooddoener. Op jullie overzicht staat promotie. Wat houdt dat dan vandaag nog in, Julie? Toerisme Vlaanderen heeft eigenlijk een breed internationaal netwerk dat inzet op de internationale reputatie van Vlaanderen als duurzame, inclusieve bestemming bij het beleven van onze thema's, maar ook als innovatieve congresbestemming. En zij zetten eigenlijk in op het bereiken van specifieke doelgroepen en het overtuigen van die doelgroepen om Vlaanderen te bezoeken om zijn troeven. Dat internationaal netwerk heeft eigenlijk ook een heel breed instrumentarium, een eigen instrumentarium, om die doelgroepen te bereiken en om die doelgroepen aan te zetten om Vlaanderen te bezoeken. Zo organiseren zij netwerkevents, persmomenten, zij zetten campagnes op, social media acties, B2B-workshops, joint promotions. En dat doen ze eigenlijk altijd in nauwe samenwerking met onze partners. Ik hoor veel partnerschappen, veel goesting om samen te werken aan dat reizen naar morgen. Bedankt voor deze korte, krachtige, maar zeer interessante toelichting en heldere toelichting over het instrumentarium van Toerisme Vlaanderen. Is er nog iets dat jullie de partners en de kijkers willen meegeven? Ja, ik wil nog iets meegeven. Ik en eigenlijk alle collega's in mijn team, die worden heel vaak benaderd door partners die vragen aan ons van wanneer komt de volgende subsidieoproep. En ze kennen ons, wij zijn het gezicht van de subsidies. En vandaar, dat is een heel logische vraag, heel normale vraag. Wij staan ook te popelen om te beginnen aan al die nieuwe participatieve instrumenten en die voorbereidingen die al gebeurd zijn om die verder uit te rollen. Alleen hebben wij op dit moment ook een heel andere belangrijke job gekregen. Het is namelijk zo dus dat er een oproep is gekomen in het kader van de COVID om hotels of logies liever en attracties de mogelijkheid te bieden om een subsidieaanvraag in te dienen. Het is eigenlijk een combinatie leningssubsidie. Mm-hmm. Dit is nu volop lopende. Dat vraagt al onze aandacht. Dus we gaan daar nog even volop mee door tot de zomer. En dan zijn we klaar om aan
het nieuwe hoofdstuk helemaal te beginnen. Dus ja, subsidieoproepen, als we realistisch zijn, dat vraagt ook nog wat voorbereiding. Het zal voor volgend jaar zijn, dus misschien zijn sommige partners dan toch gerustgesteld. Het komt wel, maar nog niet helemaal direct. Oké. Maar het is, het is duidelijk, jullie zijn daar veerkrachtig in. Jullie passen dat subsidiebeleid aan de realiteit. Mm-hmm. En dat is zeer mooi om te zien. Hartelijk dank voor dit gesprek, Els en Julie. En met mijn volgende gasten zoomen we in op de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. Dames en heren, we zijn al toegekomen aan ons voorlaatste topic. En dat is de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. De persoon die ons daar alles over kan vertellen is Lynn Douwe. Hallo Lynn en fijn dat je er bent. Dank je wel Jana, fijn om hier te zijn vandaag. Lynn, wat is jouw band met Toerisme Vlaanderen? Vertel eens. Ik werk ondertussen 10 jaar voor Toerisme Vlaanderen. Ik heb dat altijd gedaan als regiomanager voor Scandinavië. En toen zette ik eigenlijk de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen om in promotionele acties in Zweden, in Denemarken en Noorwegen. En nu sinds januari ben ik teamcoach van het team Marketing Tactics. Marketing Tactics. Wat doet jouw team dan precies? Wel, wij proberen eigenlijk de marketingaanpak te integreren in alle projecten en thema's die Toerisme Vlaanderen zal op inzetten de komende jaren. En daarbij willen wij toch een vernieuwende aanpak doen, helemaal ook in het kader van reizen naar morgen. We willen die meerwaarde voor de ondernemers, voor de plek, voor de bewoners en niet alleen voor de bezoekers. En die meerwaarde, uiteraard is dat nog altijd een deel economische meerwaarde, zeker in deze tijden. Maar we willen eigenlijk meer. We willen ook die maatschappelijke relevantie, we willen cultureel rendement, educatief rendement. Dus het gaat veel verder dan de traditionele marketingaanpak. Oké, ik hoor je maatschappelijk rendement zeggen, cultureel rendement en nog meer. Hoe kunnen we dat rendement dan concreet zien? Als je kijkt naar wat wij deze week nu doen, je ziet waar dat wij op inzetten, die verhaallijnen, die thema's. En ook daar starten we eigenlijk met onze marketingaanpak. We gaan kijken voor elke verhaallijn, wie is hier onze doelgroep? Wie is de internationale doelgroep die de meeste meerwaarde kan brengen? En we zien eigenlijk dat degenen die de meeste meerwaarde brengen, dat zijn mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn of zelfs een passie hebben voor een van onze verhaallijnen. We zien eigenlijk, dat is wat we in marketingtermen is dat interest-based niche marketing. Ja. En daar gaan we twee groepen in onderscheiden. En wij noemen die enerzijds de lovers en anderzijds de fanatics. Dat klinkt lekker. Wat is het verschil tussen een lover en een fanatic? Een lover is zeker geïnteresseerd, heeft een gezonde voorliefde voor één of voor meerdere van onze thema's. En als hij een reisbestemming kiest, dan zoekt hij eigenlijk echt waar hij zijn passie kan beleven of zijn interesse kan beleven. Maar er spelen ook nog wel heel veel andere factoren mee in dat beslissingsproces. En bij die fanatics, dat is nog een beetje straffer, die komen alleen voor die passie te beleven. En al die andere factoren die meespelen om een bestemming te kiezen, dat is voor hen veel minder van belang. Denk aan alle mannen en vrouwen die hier in Vlaanderen op onze kasseien komen fietsen. Dat is the reason to come voor hem. En al de rest, dat is minder van belang. Dat zijn de fanatieke bezoekers. Ja, inderdaad. We hebben het over bezoekers, maar natuurlijk reizen naar morgen staat ook in het kader van die meerwaarde creëren voor bewoners en ondernemers. Hoe komen zij in jullie marketingaanpak dan in de picture? Ja, we willen die absoluut betrekken. En ik toon daarvoor graag eventjes een figuur ook. Deze cirkel, dat is wat wij bij Toerisme Vlaanderen onze passionate community noemen. De passiegroep. En je kan eigenlijk onmiddellijk die twee buitenste cirkels zien. En dat zijn die lovers en die fanatics, waar ik het al eerder over had. En we zien hier, want je hebt beide natuurlijk, zowel hier in Vlaanderen als in het buitenland. Dus daar, dat is al een eerste stap waar ook de bewoners en de locals bij betrokken worden. Maar je ziet ook dat elke passiegroep heeft een hart. En in dat hart zitten je makers en zitten je plek. We zijn Toerisme Vlaanderen, dus we koppelen aan elk thema koppelen we ook onze bestemmingen in Vlaanderen. En die makers, daarbij moet je denken aan onze chefs, onze coureurs, onze brouwers. Noem maar op, iedereen die echt het verhaal maakt. Mm-hmm. En rond dat hart, daar zitten je professionals, je professionele laag. Want je ziet dat wanneer
een community ontstaat. Mensen in die community die gaan eigenlijk... Ja, hoe belangrijker dat die wordt, gaan eigenlijk een professionele link maken in voor hun passie. En je ziet dat ook binnen het professionele veld, in het toerisme, maar zeker ook daarbuiten, dat die ook een interesse hebben in die passie en dat die ook die mee gaan ontwikkelen. En je ziet daar zowel dat hart als die professionele laag. En zijn vandaag, ja, het zijn hier allemaal mensen die in die professionele laag zitten. En misschien ook wel in de andere lagen van de cirkel. Maar dat zijn jouw gidsen en jouw attracties, jouw musea. Zowel dat hart als die laag daar rond, dat maakt je thema, dat maakt je verhaallijn. En zo kan je verhalen gaan vertellen. En kan je echt een toeristische beleving creëren waarvoor dat die bezoeker een meerwaarde kan bieden en kan brengen. Oké. Dus het kloppend hart en de laag daar rond, dat is heel mooi. Ja. Maar even terug naar de bezoekers. Die lovers en die fanatics, hoe zouden jullie die willen bereiken? Of kunnen bereiken? Toerisme Vlaanderen beschikt over een fantastisch team, een internationaal netwerk. En zij gaan eigenlijk op zoek gaan naar die twee doelgroepen. Waar die zitten, hoe die zich gedragen, welke instrumenten die nodig hebben. En enerzijds gaan dat de lovers zijn. Daar gaan we voortbouwen op wat we al jaren doen. Op onze jarenlange ervaring aan interest-based niche marketing, heet dat dan. En bij die fanatics wordt het toch wel iets anders. Daar gaan we wat verder. We zien dat die fanatics... of die passionate community, dat die echt met elkaar in verbinding willen komen. Zowel met de mensen zelf die die passie delen, maar ook met de hart en die professionals. En daar liggen heel veel opportuniteiten, want die gaan zich eigenlijk van binnenuit, vanuit hun community, gaan die zich aanzetten om te reizen voor hun passie. Die gaan elkaar informeren, elkaars interesse nog aanwakkeren. En daar zitten heel veel kansen voor Toerisme Vlaanderen en voor de partners om enerzijds die verbinding te gaan faciliteren. Denk aan events en workshops. En anderzijds om zelf te gaan deelnemen in die community. We hebben mensen die zo gepassioneerd zijn voor deze zaken in Vlaanderen en ook bij Toerisme Vlaanderen, dat die eigenlijk kunnen in die community mee induiken en ook daar een stem kunnen worden. En dat lijkt me heel boeiend en tof om aan mee te werken de komende jaren. Wauw, Lin, we hebben maar tijd voor een heel kort gesprek, maar het was indrukwekkend om te zien met hoeveel passie jij spreekt over de passie binnen jullie marketingteam. Bedankt om langs te komen en heel veel succes met jullie marketingaanpak binnen het team. Graag gedaan, dankjewel, Jana. En daarmee zijn we bijna aan het einde van dit webinar gekomen. Zometeen geef ik het slotwoord aan Vincent Nijs. Maar eerst wil ik al mijn gasten bedanken. Ik wil ook jullie bedanken voor het kijken en ik wens iedereen een mooie reis naar morgen toe. Heb je vragen, dan kan je die sturen naar communicatie@toerismevlaanderen.be. Of je kan na dit webinar naar de Networking Lounge gaan, waar verschillende videotafels zijn. Via videochat kan je daar jouw vraag stellen aan de mensen van de breakout sessies. Wil je aan iemand van Toerisme Vlaanderen misschien in alle discretie een vraag stellen? Of wil je met een andere deelnemer netwerken? Dan kan dit ook. Je gaat naar het private gedeelte van de Networking Lounge en daar kan je op naam zoeken naar de persoon met wie je een individueel gesprek wil opstarten. Spannend. Zo, ik neem alvast afscheid van jullie en zoals gezegd is het laatste woord voor Vincent Nijs. Beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze goed gevulde namiddag. En je hoorde het, met een nieuwe visie Reizen naar Morgen willen we samen met jullie de positieve kracht van toerisme versterken. Want zo willen we Vlaanderen laten floreren als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. En meerwaarde creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en jullie plekken. We streven dus naar een goed evenwicht, door de behoefte van de bestemming te verzoenen met de vraag van de bezoeker. En dus niet door de vraag van de bezoeker zomaar los te laten op de bestemming. Vandaag hoorde je een aantal principes en inhoudelijke keuzes hoe we dit willen verwezenlijken. Enkele van deze principes zijn, zoals ik net zei, streven naar meerwaarde voor alle betrokkenen. We willen ook verbinding scheppen tussen mensen, plekken en activiteiten met een uniek verhaal. We willen samenwerking
en participatie stimuleren. Kennis- en strategiegedreven werken is een must. En we willen kwaliteit voorop stellen, met ruimte voor innovatie en creativiteit. Als agentschap willen we samen met jullie toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. Zowel op korte termijn, door jullie te ondersteunen om sterker uit de coronacrisis te komen, als op langer termijn. Vandaag vertellen we jullie ook over de keuzes en de verhaallijnen binnen het thema culinair erfgoed en toekomst. Daarnaast zijn er nog 5 thema's. Erfgoed, natuur, fietsen, congressen en events en tot slot, iedereen verdient vakantie. We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn voor jullie. Als overheid proberen we jullie met allerhande steunmechanismen bij te staan. Maar aanvaard tegelijkertijd onze uitgestoken hand om samen deze visie uit te dragen en te bouwen op de strategische keuzes. Samen komen we deze crisis te boven. Samen maken we ons toerisme toekomstbestendig. De Nobelprijswinnaar voor literatuur, George Bernard Shaw, zei ooit: als jij een appel hebt en ik heb er één, en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei één appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb er één, en we ruilen die met elkaar, dan hebben we allebei 2 ideeën. Laten we er naar streven dat iedereen die Vlaanderen bezoekt een wonderlijke ervaring heeft die meerwaarde brengt. Laten we samen reizen naar morgen. En ja, deze maand vieren we 20 jaar toegankelijk toerisme. Dat recht op vakantie voor iedereen, ongeacht fysieke, financiële of psychische beperkingen, is een grote meerwaarde. 20 jaar toegankelijk toerisme en 20 jaar iedereen verdient vakantie heeft geleerd dat toeristische belevingen rijker en veelzijdiger worden als we ze bekijken vanuit het perspectief van een heel divers publiek. Samen met jullie gaan we stappen blijven zetten om van Vlaanderen een florerende, inclusieve en gastvrije bestemming te maken, die diversiteit omarmt en mensen verbindt. Tegen iedereen die het recht op vakantie mee waarmaakt, zouden we willen zeggen: dank je wel. Van zodra het weer mag, gaan we het 20-jarig jubileum dan ook vieren. Met deze taart en met veel meer taarten. Te veel voor mij om allemaal op te krijgen. Dat is beloofd. Bedankt voor het kijken en bedankt om met ons mee te werken. Tot ziens op het terrein of bij een van de andere webinars.